Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Nederland heeft te maken met een beetje een tweedeling. Want in het zuidoosten komen nog dikke sluierwolken voor, terwijl het in het noordwesten tamelijk helder is. Onze aanvoer komt vanuit het zuidwesten. En dat betekent dat we geleidelijk aan toch meer opklaringen gaan krijgen en dat de wolken die zich ten zuiden en oosten van ons land bevinden meer naar het oosten gaan verplaatsen. Voor vanavond betekent dat op vrij uitgebreide schaal opklaringen. Neerslag is in elk geval niet aan de orde. De temperatuur daalt vrij vlot naar een graad of zes. En in de nacht gaat het kwik nog wat verder omlaag. We komen we rond het vriespunt uit in het binnenland en dat betekent op vrij uitgebreide schaal kans op vorst aan de grond. In de kustgebieden ligt de temperatuur net een fractie minder laag, heeft vooral ook te maken met de wind die nog wel doorstaat. Morgen overdag een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Een groot deel van de dag is het droog. Dat blijft het waarschijnlijk net niet helemaal, want in de loop van de middag is er een kleine kans op een bui. Wel met veel slagen om de arm, want op veel plaatsen in het land blijft het ook gewoon droog. En met name in de ochtend dus nog vrij veel zon, 12 graden op de thermometers. Dan de dagen die volgen, laten een rustig weerbeeld zien met donderdag en vrijdag een kleine kans op een spatje regen in het zuiden. Maar ook al ruimte voor de zon. De zon heeft meer ruimte in het noorden van het land. En in het weekeinde is het gewoon droog met flinke zonnige perioden. Wind uit het oosten tot noordoosten en een temperatuur van 12 of 13 graden. Dan gaat die temperatuur de dagen daarna voorzichtig wel wat omhoog. Uiteindelijk komen we in de buurt van de 15 en misschien dat we laat volgende week wel eens een keertje in de buurt van de 20 graden gaan komen. Maar dat is allemaal nog heel erg onzeker, want je ziet het lichtgrijze gebied ook groter worden. En dat betekent dat de onzekerheid eigenlijk alleen maar toeneemt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.